Het is 2024 en hiep hiep hoera, AG is 200 jaar oud. Ja, je hoort het goed, 200 jaar. Twee eeuwen, 20 decennia. Ouder dan België zelfs, want in 1824 waren we nog Nederlands grondgebied. En een brood, dat betaalden we met florijnen. In dat jaar richtten Jacques Coguin en François Ritweger onze onderneming op. Ze heette toen Maatschappij van Algemene Verzekeringen op het Leven, de Totale Fondsen en de Overlevingen. In het kort, AG Leven. In de begindagen had de onderneming maar 5 mensen in dienst. In die tijd bestond radio nog niet en zelfs nog geen grammofoon of fonograaf. Als we een soundtrack aan deze periode zouden koppelen, dan zou dat Beethovens 9e symfonie zijn. AG is dus ontstaan in dezelfde periode als Ode aan die Freude. Er waren heel wat mooie momenten in de geschiedenis van de onderneming. We breiden onze activiteiten uit. We namen de eerste vrouwen in dienst. En dat in een periode waarin er amper vrouwen actief waren in de financiële sector. We ontwikkelden nieuwe producten, brachten onze aandelen naar de beurs en gingen fusies en overnames aan. Kortom, we mogen spreken van een buitengewone groei op elk niveau voor de wereldwijde pionier op het gebied van bankverzekeringen. Maar er waren ook andere, moeilijke tijden. Denk maar aan de 2 wereldoorlogen, waarin AG zijn werknemers vrijstelling gaf om niet naar het front te gaan en voedselpakketten uitdeelde aan zijn personeel. Onze slogan bestond toen nog niet, maar toen al was AG supporter van het leven van de Belgen. De mijlpalen in de geschiedenis van AG vind je op Wikipedia of op onze website ag.be. Maar de geschiedenis van een onderneming, dat zijn vooral verhalen. Verhalen van mensen die AG hebben zien uitgroeien tot wat het vandaag is. De grootste verzekeraar van België. Een bedrijf met 3 miljoen particuliere klanten. Die 1 op de 2 gezinnen verzekert en 1 ondernemer op 7. Allemaal kunnen zij beroep doen op ons voor zowat alles wat voor hen belangrijk is. Dankzij onze 2 eeuwen expertise. Omdat we al 200 jaar supporter zijn van hun leven. En om ons die grote en kleine verhalen te vertellen, hebben we de mensen uitgenodigd die van AG een solide en toonaangevend bedrijf hebben gemaakt, dat uitgroeide tot marktleider. Ze blikken om beurten terug op de hoogtepunten van hun tijd aan het roer van deze prachtige onderneming. Klaar? Alright, let's go. Bonjour, monsieur Wagner. Alors, je propose de commencer. J'ai ici une tablette avec 6 vignettes. Une pour chaque CEO qui était à la tête d'AG. Je vous invite à cliquer sur la vôtre et de commenter ce que vous y voyez. Ah, ça, c'est vraiment un moment important de l'histoire des AG et de ma propre histoire également. C'est l'acquisition de la CGER, donc la Caisse Générale d'Épargne de Retraite, par le groupe Fortis en 1993. Et pourquoi est-ce un moment important ? Ben, il faut savoir que la CGER était le précurseur de la banque assurance en Belgique. C'était le numéro 1 de la banque assurance, le leader absolu. Les AG ont fait l'acquisition de la CGER. On s'est retrouvé automatiquement lancé dans cette formidable aventure de la banque assurance. Et d'ailleurs, nous avons utilisé ce système de banque assurance, donc le business model, nous l'avons utilisé dans d'autres pays, et notamment en Asie, où la banque assurance a vraiment été la base de notre développement. Et est-ce qu'on peut dire que c'était une décision appréciée de tous ? Non, non, vraiment pas. Quand on a lancé la banque assurance, les courtiers ont commencé à douter du soutien des AG. Et il était important pour nous de pouvoir démontrer aux courtiers que nous n'allions pas les abandonner, qu'au contraire, nous allions intensifier les relations avec eux. Et on a fait ça par plusieurs initiatives. Je vais en citer 2. D'abord, on a lancé la branche 23. Et cette branche 23 était importante pour les courtiers parce que ça leur permet pour la première fois de vendre des produits financiers. Parce que la branche 23, c'est une combinaison entre une assurance vie et des fonds d'investissement. D'ailleurs, AG a été la première compagnie d'assurance à lancer la branche 23 en Belgique. Alors la deuxième initiative, c'est un programme de fidélité que nous avons mis au point pour les courtiers, pour promouvoir la vente par ce canal de courtage. Avec ça, on démontrait qu'on voulait bien soutenir les courtiers. Donc ces deux initiatives nous ont permis alors de montrer aux courtiers que nous n'allions pas les abandonner et au contraire que nous allions intensifier les relations avec ce canal de courtage.
D'ailleurs, aujourd'hui, les courtiers restent le partenaire privilégié des âgés et j'espère que ce sera encore pour longtemps. Merci beaucoup pour l'interview, monsieur Wagner. Welkom, meneer De Meij. Ik wil de makelaar kennen en weten wat hij doet. Dat is een bekend citaat van u. Wat bedoelt u daar juist mee? Inderdaad, dat was een heel expliciete keuze van ons om voor de makelarij te kiezen als distributiekanaal. En als je natuurlijk zo'n expliciete keuze maakt, dan wil je natuurlijk je partners, je klanten, die dus de makelaar zijn, goed leren kennen. Ja? En daarvoor heb ik ook dit citaat gedaan. 30 jaar later lijkt dat een evidente en een logische keuze, maar dat was het niet. Nee, dat was zeker niet hoor, want niet vergeten, dat was dus in eind jaren 90, daar kwam internet op. En alle marketing consultants en marketing gurus, management consultants, die voorspelden het verdwijnen van de tussenpersoon. Dus we gingen eigenlijk tegen de trend in. Dat was eigenlijk wat het moeilijke was van die bewuste en expliciete keuze die we aanmaakten voor de makelaar als distributiekanaal. Nu, wat heeft u net gedaan om die relatie te versterken? Op dat ogenblik hadden wij 5 regionale zetels gespreid over het land. En die hadden zich ontwikkeld, wat heel natuurlijk en menselijk is, als baronieën. Dat maakte de uniforme uitvoering van de strategie heel moeilijk. Want iedereen ging het een beetje anders doen. We hebben verschillende structuren bekeken. En uiteindelijk zijn we gekomen naar 3 administratieve zetels en 9 commerciële centra. 3 administratieve zetels, een beetje zoals de structuur van België, Noord, Zuid en Brussel. En 9 commerciële centra om zo dicht mogelijk nog bij de makelarij te zijn. Dat is ook al veel tegenstand gebotst natuurlijk intern, want dat was een volledige reorganisatie. En dat heeft zelfs geleid tot staking. En anderzijds hebt u natuurlijk zwaar geïnvesteerd in IT. Om dat te doen, dan moet je een zeer performante IT-systeem hebben om die kosten onder controle te kunnen houden. En was dat ook het geval voor de makelaar? Ja, voor de makelaar ook. Hè. De makelaar ook moet ook zijn kosten onder controle kunnen houden. En ik denk dan vooral aan de kleine makelaar. Makelaar met 2, 3 bedienden. Ook die dat ook moet beheren in die complexe omgeving. En daar hebben we dus het initiatief genomen om het platform van Portima te creëren. Dat heeft ook al veel weerstand teweeggebracht, maar we zijn erin gelukt. En dus daar geeft ook de makelaar eigenlijk het voordeel van, nog altijd. En dankzij die investeringen in IT zijn we ook in geluk bijvoorbeeld om producten te ontwikkelen zoals families, modulies, producten die, zoals men zegt, onze concurrenten nog altijd niet hebben. En ook in de sector van groepsverzekering, daar hebben we ook eigenlijk ons performante IT-systeem eigenlijk als een zeer sterk wapen kunnen gebruiken in de markt. Dank u wel voor dit interview. Graag gedaan. Je suppose que ce n'est pas un des moments les plus heureux de votre carrière chez AG. Moi, je risque de vous surprendre parce que c'est quand même un peu plus nuancé. Il est évident que tout le monde se serait bien passé de cette crise et que, comme on le sait, les banques ont eu des pertes énormes. Aussi, notre maison mère Fortis a eu des problèmes, a été scindée en 3. Une partie retour au pays hollandais, la banque et ses filiales rachetées par BNP. Il y avait 16 compagnies d'assurance qui sont restées ensemble dans ce qui est devenu par après AGEAS. Et je crois que là, AG a eu un rôle crucial dans ce futur. Je vous entends dire par la même occasion qu'il n'y a pas eu que du négatif quand on parle de la crise chez AG. Non, d'abord parce qu'AG a même dans cette période difficile 2007-2008 réalisé des bénéfices. C'est aussi grâce à la solidité d'AG, de l'engagement de son personnel et surtout aussi la solidité des réseaux de distribution avec lesquels on travaillait, qu'on a tenu le coup et que nous avons vraiment pu positionner AG dans les années par après comme la marque le numéro 1 en Belgique. Et c'est aussi la période où
me suis senti le plus importante au niveau de contribution comme CEO dans une compagnie d'assurance. Quel niveau, justement? Bah, écoutez, c'était une période où il y avait beaucoup d'incertitudes hein, pour nos employés, pour nos clients, pour nos partenaires de distribution. Et donc, on a opté pour faire tout pour maintenir la confiance, rassurer, tenir le coup par une campagne de communication très détaillée. Et donc, on avait tous les jours des contacts avec le personnel, avec les courtiers, avec les grands clients en employee benefits pour expliquer tout ce qui se passait, tout ce qu'on savait, parce qu'il y avait pas mal d'éléments qui étaient aussi pour nous inconnus. Et au fur et à mesure qu'on progressait dans ces deux années 2007-2008, début 2009, on a vraiment pu regagner cette confiance et mettre la base de ce qu'on voit aujourd'hui au sein d'AG, le numéro un du marché belge, et avec un impact important pour AG aussi. Et je voudrais dire, c'est quelque chose, cette période-là, qui m'a rendu vraiment très satisfait et très, très fier. Ja, meneer Kamer, nu is het uw beurt. Ja, dat is het project Scholen van Morgen. Het was een privé-publieke partnership tussen AG, AG Real Estate, BNP Paribas, Fortis en de Vlaamse overheid. Waarbij we 250 scholen hebben verbouwd, herbouwd. Maar ook de financiering en het onderhoud daarvan. De laatste school is opgeleverd in mei 2023. En nu hebben we dus al 133.000 leerlingen eigenlijk een nieuwe onderwijsinfrastructuur aangeboden. En de komende 30 jaar gaan we dat onderhouden. Dus nu zitten we in de laatste fase. En waarom was dat juist een van de hoogtepunten uit uw carrière? Ik denk dat het een heel goed voorbeeld was van hoe AG echt wilde investeren in, we noemen de echte economie, in duurzaamheid. Toen eigenlijk het thema duurzaamheid nog niet zo populair was als vandaag. We zijn daar in 2006 mee begonnen. Dus dat was toen in de tijd al een soort primeur. En we hebben daar enorm veel erkenning voor gehad. Het is een geweldig project. Nu, we hebben het hier natuurlijk over bakstenen. Betekent dat bakstenen synoniem staan voor duurzaamheid? Nee, niet in dit geval. Ik denk, wat is nog duurzamer dan onderwijs? Wat kan nog meer toekomstgericht zijn? Dus eigenlijk onderwijsfaciliteiten kunnen geven die nog jaren mee zullen gaan. Het is ook een geweldig voorbeeld hoe je als privébedrijf toch een hele belangrijke bijdrage kunt leveren door middelen, maar ook door know-how en engagement tot stand brengen van dit soort prachtige infrastructuur. Dus nogmaals, het is een geweldig project. Dat was nog maar het begin van een van de vele duurzame investeringen natuurlijk. Inderdaad. Je kunt zeggen dat duurzaamheid is echt een wezenlijk onderdeel van de strategie van AG. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het onderdeel is van die identiteit. En ik ben ook heel blij en heel trots dat ik eigenlijk daar een push heb aan kunnen geven in de vorm van Scholen van Morgen. Proficiat en bedankt voor het interview. Dankjewel. Monsieur Le Kuiper, on a prévu aussi un moment fort pour vous, prêt à le découvrir? Ah oui, ceci, c'est l'événement qui fêtait les 100 ans des pensions complémentaires en Belgique en 2019. Attendez, 100 ans, vous dites, ça veut dire que la pension complémentaire est plus vieille que... Que la pension légale, tout à fait. AG a lancé l'assurance de groupe même avant que la Belgique a créé la pension légale pour les travailleurs. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le deuxième pilier des pensions complémentaires était à l'époque le premier pilier à voir le jour. Et bien sûr, AG est le premier assureur de proposer ça. Ça veut donc dire que vous avez été pionnier dans ce secteur? Oui, tout à fait, parce que AG est pionnier et leader, hein, parce que AG n'a jamais cessé d'accroître dans ce domaine des pensions complémentaires. Par exemple, en 2017, hein, nous avons fait l'acquisition de Ponac, le premier acteur dans la gestion d'un fonds de pension en Belgique et ainsi AG a complété sa gamme de produits dans le deuxième pilier. Je vous ai entendu dire en partie. Et quelle est l'autre partie alors? C'est la santé.
AG a toujours voulu de construire une confiance durable avec ses clients employeurs en leur proposant des solutions sur mesure dans les pensions complémentaires, mais aussi dans le domaine de santé et la prévention. En 2019, nous avons encore lancé AG Health Partner, exactement pour supporter ces employeurs dans l'implémentation de leur stratégie bien-être physique et moral pour ces employés, supportés par un outil digital qui s'appelle My Health Partner. Et selon vous, est-ce que cela a porté ses fruits? Oui, bien sûr, parce qu'une entreprise sur quatre en Belgique nous fait confiance. Un plan sur quatre soins de santé est assuré chez nous. Un plan de pension sur trois est géré par nos équipes. Alors, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Effectivement. Merci beaucoup, Hans. Avec plaisir. Heidi, jij bent de laatste CEO. Ook voor jou hebben we een fragment gekozen. Wel, dat is duidelijk de context waarin we leven, hè. De context van een permanente crisis. Toen ik CEO werd, was dat voor mij toch echt wel de vuurdoop. Eerst de tweede coronagolf en na één week zaten we allemaal thuis. En dan nauwelijks een half jaar later de overstromingen van juli in 2021. Dat waren inderdaad twee zware crisissen, hè? Ja, en echt menselijk leed was ook heel zwaar. Dus het was ingrijpend voor ons als organisatie, uiteraard voor de slachtoffers ook. Maar het was ook weer een manier om onszelf heruit te vinden. Iets dat we door de eeuwen heen telkens hebben gedaan. En hoe heb je dat persoonlijk beleefd? Ik kan niet zeggen dat het echt gemakkelijk was, hè. Ik had als CEO de ambitie de CEO van de verbinding te zijn. En onmiddellijk zaten we met z'n allen letterlijk thuis, achter ons scherm, in een lockdown-situatie. Dus het was moeilijk om die connectie te maken. Ook tijdens de overstromingen, die slachtoffers helpen, was voor onze medewerkers heel ingrijpend. Maar als ik nu met een beetje afstand kijk, dan ben ik echt trots. Trots op wat de mensen gedaan hebben voor onze klanten. De goede wil van iedereen, de veerkracht. Het feit dat ze zo oplossingsgericht en zo solidair waren. Ja, we hebben daar echt toch wel de AG-cultuur, We Are AG, laten stralen. En we zijn verschillende projecten aan het doen ook om die verbondenheid nog te versterken. Zoals de opening van onze campus bijvoorbeeld. Ja, de campus, dat was natuurlijk een schot in de roos. Met de campus tonen we eigenlijk wat de ambitie is van AG naar zijn medewerkers. We willen een great place to grow creëren voor iedereen. Het stimuleert om te innoveren. Het biedt groeikansen. Het is een uitstekende plaats om samen te werken. Dus kortom, een great place to discover, to learn, to grow. En dat voor iedereen. Dankjewel voor het interview, Heidi. Met plezier. Ziezo, het zit erop. Dan rest er mij nog één ding. En dat is een gelukkige verjaardag te wensen aan dit geweldige bedrijf. Happy birthday, AG. Happy birthday, AG. Gelukkige verjaardag. Happy birthday. Joyeux anniversaire, AG. Gelukkige verjaardag. Happy birthday, AG.